Landelijk hebben de zesde klassers dit schooljaar goed gepresteerd. De pupillen hebben vandaag hun uitslag gehad. Van de 11.031 leerlingen die hebben deelgenomen aan de toets, zijn 6.427 geslaagd voor het MULO, terwijl 470 scholieren zijn geslaagd voor het LBO. De districten Nikeri, Komowene en Saramaka hebben de beste slagingspercentages. We brachten een bezoek aan de Sint-Agnes en de RIC Dot School. De leerkrachten van de Sint-Agnes-school zijn dik tevreden over de prestaties van hun zesde klassers. Volgens schoolleider Ramesh Mohadin is het slagingspercentage 82%. Hij zegt dat de kinderen goed gemotiveerd naar de toets zijn gegaan. Ook Marjolein Wallerlei, schoolleider van de RIC Dot School, is blij met het slagingsaantal van haar school. 82% van de leerlingen op die school is geslaagd. Wallerlei heeft grote bewondering voor haar pupillen. Waarom zijn we eigenlijk tevreden? Als u kijkt naar de omgeving, is een sociaal zwakke omgeving. En onze kinderen zijn op zichzelf aangewezen. Dus alles, ze krijgen niet die nodige stimulans wat ze eigenlijk nodig hebben. Dus het is echt hun eigen inzet met behulp van mijn collega's. Petje af van mijn collega's van de zesde klas. Die zich ook hebben ingezet, het geduld. En we zijn tevreden, we mogen niet klagen. Marjolein Wallerlei, zij is schoolleider van de RIC Dot School. Ze is heel tevreden met het aantal geslaagden van haar school. Het landelijke slagingspercentage van de zesde klassers is dit jaar meer dan 60%.